Hallo, meneer Van den Ham. Gerard van den Ham uit Zevenhoven. Er is in Zevenhoven een hele mooie Lourdesgrot. En wat ook heel bijzonder is, is dat er een website is waarin je precies kunt opzoeken waar in Nederland, in welke plaatsen van die mooie Lourdesgrotten te zien zijn. U weet daar meer vanaf, dat klopt, hè? Inderdaad, we hebben het in de tijd opgericht, 7 jaar geleden, met de 100 jaar Lourdesgrot in 2013. Mm-hmm. Toen is door iemand die heel ver met de computer overweg kan, ja, op het, ja, wat gaan we er allemaal mee doen met dat feest? Mm-hmm. En die kwam met dat idee om een site op te richten van Lourdesgrot. En was dat veel voorwerk om die op te richten, die website? Nou, dat groeit, hè. Je begint in klein en dan komt er steeds meer bij. Ja, landelijk ook krijg je aanwijzing, oh, daar is een grot of daar is nog een grot. En worden er steeds meer. En kreeg u dan ook veel input van mensen uit het land? Mensen die wisten dat er ergens een Lourdesgrot is, was geweest of moeilijk te vinden is met foto's? Of, want er zijn allerlei websites waarnaar gelinkt wordt. En dat is best wel een ingewikkelde klus, lijkt me. Heel erg natuurlijk. Omdat, ja, ik denk, je begint, je start op en dan weet je nog niets. Maar die meneer die heel handig is en die heeft er heel goed in geholpen daar. Om het steeds verder op te bouwen. Maar we zetten geen foto erop als er geen verhaal bij zit. Mm-hmm. Dus het moet wel een verhaal van het ontstaan zijn van de Lourdesgrot. En we zijn hoofdzakelijk in Nederland gebleven omdat je daar, ja, toch ook wel voldoende hebt. Maar ook voor het behoud van het nageslacht. Belangrijk is dat. Dat is ook heel belangrijk, omdat er een aantal Lourdesgrotten waar wel een foto van is, maar niet meer bestaat. Of van vroeger, hè? Ja. Vanuit vroeger. En als er mensen zijn die dit filmpje zien en ze hebben nog een oude foto liggen van zo'n grot, dan kunnen ze die altijd digitaal even sturen naar de website. Ja. Dat is leuk, dan dus komt dat allemaal. www.lourdesgrotten.nl. Precies. En als je nou Zevenhoven komt binnenrijden, hè, dan zie je echt de hoge ringvaart en beneden ligt het land, de polder. En dan is dat toch heel bijzonder dat er zo'n prachtige Lourdesgrot juist hier is gebouwd. Hoe is die ontstaan? Die is ontstaan in, ja, de voorbereiding in 1912. Hij moet toen nog gebouwd worden. En in 2 juli 1913 is die ingezegend hier. Oké, en er zit ook nog een steen ingemetseld, zag ik. Uit Lourdes afkomstig. Is die dan uit de grot van Lourdes afkomstig of in de nabijheid? Niet uit de grot zelf, aha, want dan blijft er niet zoveel. Nee, hè? Maar nabijheid van de graaf, aan de kant van de graaf, er ligt ontzettend veel stenen. Dus daar is er een meegenomen. En komt u wel eens in Lourdes? Zelf ga ik er ieder jaar naartoe vanaf 2000. Wat vindt u bijzonder aan Lourdes? De sfeer of wat er allemaal gebeurt? Of de verhalen van de mensen ook. De verhalen van de mensen? Ja, je hoort ontzettend veel. Wat is nou eens zo'n bijzonder verhaal? Wat u zo te binnen schiet? Nou, deze vrouw die wilde echt naar Lourdes. Wat moet ik daar zoeken? Ze wisten niet goed en dan liep ze door die grot heen. En er gebeurde zo ontzettend veel, dat kon ze niet navertellen. Er gebeurde ontzettend veel. En deze Lourdesgrot hier in Zevenhoven, is die ook mede gebouwd voor mensen die niet in de gelegenheid waren om naar Lourdes te kunnen gaan? Helemaal. Ja? Als je natuurlijk 100 jaar geleden denkt, ik denk dat sommige mensen nog ineens een fiets hadden. Oh ja, natuurlijk. Dus mensen gingen nooit op vakantie. Mm-hmm. Dus die reis konden ze ook niet betalen. Nou, ja, dus ja. En door het jaar heen, of bij belangrijke Maria-dagen, worden hier dan ook bijeenkomsten gehouden bij de grot, of diensten, of processies? Rond 15 augustus, Maria te hemel opnemen. En dan komen hier ook, ja, zo'n beetje 600-700 mensen. Zo, dan zit het hier echt hutje-mutje vol, ja. En dan ook zo'n bijzondere sfeer. Heel bijzonder. Mm-hmm. Ja, want ik noem ze ook echte bedevaartgangers dan.
Ja, en ze hebben het al een beetje over het wonder van Zevenhoven. Want er is ooit een storm geweest. En er staat hier een heel groot park rondom de grot. Heel veel bomen zijn omgewaaid. Alleen, er is er geen één op de grot gewaaid. En het beeld bleef overeind van Maria. Wel bijzonder dat helemaal onbeschadigd uit de storm tevoorschijn is gekomen. Dat is het zeker, ja. Dat kan je niet voorstellen. Dat moet ook een wonder geweest zijn. Maar dat zijn de mooie dingen, toch? Ja. Ja. Dus Maria heeft er toch voor behoed dat die grot is blijven bestaan. Dat is mooi. Ja. Nou, wij gaan zo meteen naar de grot. Dankjewel. Ja.